Op dinsdag 3 maart was het KRO-NCRV-programma Man bij het Hond aanwezig in Ede voor opname. De programmamakers waren hier natuurlijk niet zonder reden. Man bij het Hond bracht een bezoek aan een slagerij aan de Brouwerstraat, want daar wordt een heel bijzondere worst gemaakt. Het is in Zuid-Afrika, zoals in Nederland zeg maar, iedereen zijn eigen ettensoep heeft of elke slager zijn eigen leverworst. Is in Zuid-Afrika dat elke familie heeft zijn eigen boerenworst. En de braai, dat is echt een sociale samenkomst van families, van vrienden. En de boerenworst, dat is echt een van hun producten waar ze dus een soort trots in dragen. Een eigen recept, vrij uniek. Wat voor soort worst is dat dan? Kunt u dat uitleggen in een paar woorden? Ja, het is gewoon een verse worst. Aan een rol, zeg maar dan op een hele andere manier gekruid. Van 70% rundvlees, 30% varkensvlees en een hele specifieke kruidenmix. De Zuid-Afrikaanse worst is in Ede beland doordat 2 mensen uit Zuid-Afrika zijn verhuisd naar Ede. En die hebben op hun beurt het recept voor de boerenworst meegenomen naar Nederland. Maar hier zijn niet alle benodigde ingrediënten voor de worst te krijgen. En ze hebben waarschijnlijk familie zitten daar, dat weet ik wel zeker. En ze sturen dat dan op. En dan komt het gewoon hier naartoe. Ja, het is inderdaad iets meer werk dan bij een gewone worst, zeg maar het is wel echt de moeite waard. De naam van de speciale worst is boerenworst. Er lijkt een letter te missen, maar dat is maar schijn. De naam komt uit het Afrikaans, een taal die heel erg op het Nederlands lijkt. De boerenworst zit nog niet in het reguliere assortiment van de slagerij. Nog niet in elk geval. Ik heb hem nu ook in de winkel ook wel eens gemaakt. En dus vaak in de zomer rond de barbecueperiode heb ik hem in het assortiment. Maar ik denk na de opnames van Man bij het Hond en van jullie dat ik het ook wel vast in het assortiment ga voeren een tijdje. Even kijken hoe de mensen daarop reageren. Het programma Man bij het Hond wordt dagelijks door meer dan 100.000 mensen bekeken. En al die mensen zien dus ook de Edese slager aan het werk. Ja, ik vind het wel heel spannend natuurlijk. Ze belden me afgelopen vrijdag of het mogelijk was. Ik zeg, ja, is goed, kom maar langs dan. Dus zo sta ik achter het hakblok en zo sta ik voor de camera. Dus,